Welkom allemaal weer bij deze nieuwe video en vandaag zijn we aangekomen in seizoen 2 episode 6 van Micro Minecraft. En wat gaan wij vandaag nou in deze aflevering doen? Nou, wij gaan de mob farm weer terugbrengen. En waar gaan wij dat doen? Hoe gaan wij dat doen? Nou, wij gaan dat hier doen, in de gang waar Thomas staat. Ik heb al instructies van Thomas gekregen. En we gaan hier ergens eventjes een ingangetje maken. En volgens mij uitgraven of niet, Thomas? Ja, we gaan uitgraven inderdaad. Ja, klopt. En we gaan het gewoon doen en we gaan die mob farm terugbrengen. Dus weet je, ik stel voor dat we in elk geval gewoon snel gaan beginnen. Oké, mensen, de farm is klaar. Het ging vrij snel, moet ik zeggen. We hebben het snel in elkaar gezet. En zoals Jacob net liet zien, werkt de farm ook perfect. Tuurlijk! Alleen nu staan we hier in een klein hokje, dus dat gaan we eens even wat verbeteren en mooier maken. Dat wat meer bij ons in de richting past. Dus daar gaan we nu mee bezig. Oké, mensen, ik heb de farm geüpgraded. Het ziet natuurlijk een heel stuk beter uit. Dus in ons design. En Jacob heeft besloten om ook iets te doen. En wat ga jij doen, Jacob? Ja, nou weet je, Thomas, ik liep hier net langs en ik zag in één oogopslag zag ik stone, cobblestone. En ik weet niet wat dit rode is. Volgens mij is dat... Granite. Oh ja, ik zie het nou. Ja, dat zag ik dus in één oogopslag. Dus ik ga het nou eventjes één hoog ga ik eruit hakken. Dan heeft Thomas vast al een dik designtje wat hij erin wil hebben. Dat gaat hij denk ik even inleggen. En dan, dan zitten we toch wel denk ik tegen het einde van deze video aan. Thomas, daar blijven alsjeblieft. Ik blijf hier. Want? Jij moet daar blijven. Want? Want anders vermoord je mij. Oh, je hebt weer wat gedaan. Ik ben eventjes, heel eventjes maar, Thomas. Zo'n little praktijken. Wat zeg jij? Heb je zo'n klein little oopsie? Ja. En, dan, en ik ga ook ik niet even... zeggen wat ik heb gedaan, dat merk je ooit wel een keertje op. Ik... Dan eet ik even rustig mijn toetje op, dan blijf ik... Ja, doe jij dat maar eens even lekker, want dit is iets waar ik me al heel lang aan erger, dat kan gewoon niet, dus je moet even geduld hebben. Oh ja, ik zie wat je... Och, jij ziet het alweer hoor. Ja, je hebt deze deur in rechte lijn gezet. Ja, daar had je wel gelijk in, ja. En is het goed of moet het weer anders? Nee, dit is goed. Oké, ja baas. Ik had zo'n staan omdat dit allemaal symmetrisch met elkaar was, maar inderdaad. Ja, dit dat is wel snap ik. Maar dit als is wel beter, ja, dit zo. Ja, hier maar komen we kunnen... niet zo vaak. Nee. Nee, dit is wel beter, dit is beter. Ja. Het wordt wel complex als we dit symmetrisch houden, maar toch ja, moet... in lijn. Toch wel complex. Hè. Maar dan moet je de hele, dit helemaal gaan verplaatsen. Ja, daar heb ik ook eigenlijk niet zoveel zin in. Nou, dames en heren, dat was alweer deze video. Hij is niet zo lang dit keer, maar die hebben er ook eens een keer tussen zitten. En vandaag hebben wij het volgende gedaan. Nou, eerst heeft Jacob deze deur verlegd, want die stond niet in lijn met deze andere deur. Dat staat natuurlijk niet. Nee, maar het is nou wel een klein probleempje, want nou is hij niet meer symmetrisch met dit. Nee, nu klopt dit niet meer, maar... Daar wordt Thomas een beetje autistisch van, wat ik ergens ook wel weer snap. Dus eigenlijk is... De hele bunker, één grote calculatiefout. Ja, dat vind ik wel een goede definitie. Is... Ja, een goede conclusie. Ja, goede conclusie. Nou, tweede ding wat we gedaan hebben. We hebben het plafond hier eventjes, het oude plafond eruit gesloopt en een nieuw plafond erin gelegd. Ziet er wel beter uit. En het derde ding, de mobfarm, die al vrij populair is aan de aantal beesten die hier staan. En die werkt ook perfect, zoals jullie zien. Dus dat hebben we eigenlijk gedaan. En volgende aflevering weet ik nog niet wat we gaan doen. Dus dat zien jullie vanzelf wat we dan gaan doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Joe.